het antwoord. Maar natuurlijk hebben we ook toffe live muziek vanavond in de studio. En de kans is echt best wel groot dat je Ik zal eens live hebt gezien en het daar niet weet. Het betekent witte tovenaar trouwens. Ik heb het nou even opgezocht. Dat wist jij natuurlijk al lang. Ja, heel goed. Maar waarom dan? Dat was de bestaande betekenis. Ah. Dat is... ik las daarover en... er stond in de beschrijving iets over... het interpreteren van ingewikkelde menselijke relaties. En okay. Die begrijpelijk maken voor mensen. En toen dacht ik, hey, dat klinkt eigenlijk als iets wat een artiest doet. Voor mijn gevoel. Ja, dat is wel waar. Dus dat leek toen eigenlijk heel passend. En ik had er nog een andere betekenis bij. De I staat eigenlijk voor het interne. En de X is het kusje. Ach, nice hoor. Volgende week dan komt je debuut-EP uit. En ik heb een paar fragmentjes voor je klaarstaan. Laten we eens even beginnen bij deze. Wat is jouw link met Jet Rebel dan? Ik zat met hem op de middelbare school. En we hebben heel veel muziek samengemaakt. En hij is echt een soort broertje. En heb je nou ook zangles van hem gehad? Nou, hij heeft me bij deze EP geholpen met een aantal tracks. Om de vocals op te nemen. Vast hoog en schel dan. Dat is heel nou, goed het grappige is dat hij niet per se zijn stijl op mij probeert te plakken. Dat is hem nog nooit gelukt en mij bij hem ook niet. Oh yeah. Gewoon om mij... Ik ken hem zo lang en zo goed dat hij kon mij gewoon op mijn gemak stellen in de studio. En dat was heel prettig. Wat leuk zeg. Dat was Jet Rebel. En wat heeft de fabriek van deze jongen dan met je EP te maken? Thomas Azio hier. Yes. Ik vond zijn plaat fantastisch klinken. En ik ging kijken, wie heeft dat gedaan? Daar moet wel iemand achter zitten. Een of andere topproducer die ik nog niet... die ik nog niet ken. En toen bleek dat hij dat eigenlijk grotendeels zelf had gedaan. Samen met Robin Hunt. Mm-hmm. En hem heb ik dan benaderd om de mix te doen voor deze EP. Oké dan. Ik zou wel zweren dat op de band in het laatste refreintje van Out on Love... dat Thomas Azio even terug te horen is. Maar... Nee. Allemaal verbeelding. Oké, dan gaan we door naar deze. Hilversum 3 bestond nog niet. Hè, gezellig. Maar ieder had zijn eigen stem. Herman van Veen. Op elke ja. Stijger komt ik, wacht, ik zet hem even uit. Ja? Ja. Ik ken hem eigenlijk al mijn hele leven. Mijn moeder speelt gitaar bij hem in de band. En begon met dat ik zo rond 17, 16 jaar af en toe iets inspeelde op een plaat. En de laatste cd heb ik dan geproduceerd. En ik heb ook bij hem in de voorstelling gespeeld. Ongelooflijk, het gaat maar door. Ik nog eentje dan. Chris Berry heb ik quiz het ook al. Wat staat de link dan mee? Ik heb de plaat daarvoor de gitaar ingespeeld en zat in de band. Samen met eigenlijk de hele band die hier nu staat. Mm-hmm. De twee jongens die ook bij mij spelen. Eigenlijk zijn wij een beetje Chris Berry en Perquisite zonder Chris Berry en Perquisite. Ga jij vast naar hiernaast? Yes. Want ik ben heel... Oh ja, je moet nog wel even roepen natuurlijk welk liedje jullie nu gaan doen. Want die staat natuurlijk ook op de debuut-EP. We gaan een liedje doen dat heet Sense. Als in I don't want to make sense. Sense, I don't want to make sense.